Ik ben 1 seconde in Duitsland en daar gaan we al. Zou je nou uiteindelijk even voor een handbak gaan of voor een automaat? Nou, gaan we uitzoeken. Ja. Drivers Dream kijkers, goed dat je kijkt, want we zijn weer bij, je ziet het al achter me, vriend van de show Thijs Timmermans. En we zijn natuurlijk hier weer om iets speciaals op te halen. En jawel, de M5 Clubsport. En dit is er eentje hoor, want dit is een van de allereerst geleverde M5 Clubsports aan een particulier. En die particulier, ja, dat is Thijs Timmermans zelf. Want we kennen Thijs waarschijnlijk denk ik vooral van zijn 812 Superfast met Novitec uitlaat. Verkoopt vooral Mercedes, veel Ferrari, maar ja, dat hij dan BMW rijdt, ja. De man is gewoon een ontzettende autoliefhebber en ja, hij vond dit een gaaf ding. Hij heeft heel veel BMW M's al gereden in zijn leven en hij dacht, die clubsport, die moet ik hebben. Nou, en je ziet het al, de vliegen erop, zit alweer een goede barst in de voorruit. Ik heb alweer filmpjes van hem op de autobaan gezien. Hier wordt mee gereden en zo hoort het natuurlijk ook. Nou, dat gaan wij dan vandaag maar eens even dunnetjes overdoen. Er is nog heel veel te vertellen over deze M5 Clubsport, maar dat gaan we onderweg allemaal doen. En we hebben onderweg ook nog een afspraak met een andere BMW. En dat is ook een speciaaltje hoor. Maar dat zie je allemaal verderop in deze show. Dus kom op, aan boord! Thijs, ja, dat is gewoon een petrolhead in hart en nieren en heerlijke man gewoon die bijna alweer 7000 kilometer met deze M5 Clubsport heeft gereden en ja, de vliegen zitten op de ramen, op de motorkap, ja, die barst, die valt wel op. Nou, hij is er al mee in Zwitserland geweest, Oostenrijk, Duitsland, plankgas met dat ding, altijd. En ja, dan stuurt hij me wel eens van die filmpjes als hij even op de autobaan is. Nou, officieel kan de M5 305 km per uur, maar hij had ze al 312 heeft hij al gehad. Dus ja, hij kan misschien ietsje sneller. Maar ja, wij gaan nu vandaag naar de autobaan. Het is druk denk ik vandaag, maar we gaan wel zien hoe ver we komen. We hebben natuurlijk onlangs gereden met de gewone M5, althans de Competition. Die was met heel veel opties, was die auto €220.000. Het grappige is juist dat deze auto die heeft nul opties. Je kunt er gewoon niks bestellen. De prijs is niet mals, op Nederlands kenteken €225.000. En ja, privacyglas, dat is eigenlijk het enige wat je erop kon krijgen. En de kleur. De standaardkleur is dus grijs. Maar je kunt hem dus ook nog in het matgrijs hebben, zoals deze uitvoering. Brand Hatch Frozen. En je hebt matgroen. Dat zijn de enige kleuren waar je uit kunt kiezen. En dat matte is dan ook een optie. Dus de enige opties waren privacyglas en de matte kleur. En dan kom je uit op €230.000. Heel veel geld, maar dan heb je wel de dikste en de snelste M ooit. Ja, en bij zo'n clubsport, daar draait natuurlijk alles om gewichtsbesparing. Nou, hier is 70 kilo bespaard ten opzichte van de gewone M5 Competition. Die weegt 1870 kilo. En hier is dus heel veel, en dan moet ik het altijd weer goed zeggen, carbon fiber reinforced plastic gebruikt. Dat CFRP. Nou, laten we even zeggen dat het een soort lichtgewicht carbon fiber is, omdat er nogal wat plastic doorheen zit. En de spiegels, de motorkap, het dak. Ja, het weegt gewoon heel veel minder. En de stoelen zijn ook helemaal van carbon fiber. Die zitten wel, dat zijn wel dikke sportstoelen. Dan kun je heel precies hier aan de zijkant met de lenden kun je dat heel nauw samenstellen. En dan zit je wel perfect hoor. En ook grappig is, ja, dit is een vierzitter. Want in deze M5 geen achterbank, maar ook gewoon twee sportstoelen achterin. En voor de rest van binnen, ja, is er eigenlijk niet zo heel veel spannends te melden. Want ja, natuurlijk heb je hier even een strookje carbon weer, of dat zal dat carbon reinforced plastic ook wel zijn. Het logo CS staat er duidelijk vermeld, dus we weten in ieder geval dat het clubsport is. Heerlijk stuur van Alcantara, dat wel. Maar ja, het is voor de rest gewoon een BMW interieur. Prima vertrouwd, maar ja, niks bijzonders. Dat hoeft ook niet. Ja, nog een paar honderd meter en dan zijn we er. En kijk eens voor je, het is leeg.
leeg. Dus het wordt tijd om eens eventjes de sportmodus aan te zetten. Ik bevestig nu met het rode knopje de M1. Nou, dan staat die DSC off, maximale stand. En dan gaan we gas geven. Welkom in Germany. Oh jongens, ja, dit is fijn. Een autobaanbrenner puur zang. Deze M5 Clubsport. En ja, jongens, ik ben 1 seconde in Duitsland. En daar gaan we al. Even een bochtje. Hoppakee. Kijk nou, het is leeg. Ja, en moeiteloos. 300 en de top, hè. 3,5. Oh, autobaan, dat die maar altijd mag blijven bestaan. Moeiteloos, hè. De top is officieel 305 km per uur. Thijs zei het al, hij kan wat harder, 310, 311. Maar twee vingers in die nazen. Ja, we zijn bijna bij de pomp, bij de Aro. Want daar is onze afspraak. Hier zijn, als het goed is, de jongens van... het YouTube-kanaal Auto Top. En oep! Dit is ook zo raar, hè? Dan rijd ik nu nog 150 en dan lijkt het wel of ik stilsta. Ja, en een ander mooi pluspuntje van Duitsland. 102, gewoon langs de snelweg. Dus vindt hij lekker. De Petrus voor de M-blokjes. Ik denk dat we 10 minuten in Duitsland zijn en... gewoon in één streep 300 plus naar die pomp. Ik ben twee vrachtwagens tegengekomen. En that's it. Ja, vorige keer waren we natuurlijk nog met die GT3, met die Porsche, waren we op Arnhem-Oberhausen. Nou, slecht wegdek en druk, druk. Dus gaan we niet meer doen. Dit is een beter stuk. Nou, kijk nou. Ze gaan er niet af. Wat zijn dit voor een vliegen? Hebben die... komen die uit een kernreactor of zo? Zijn die radioactief? Wat is dit? Zo, de juice, zeg. Wacht even, ik heb wat beters. Mijn adem. Zo. Nou zijn ze echt dood. Ja, ik durf dus niet te hard te drukken, want ik ben bang dat ik daar die ruit of zo indruk. Kijk, hier met die barst, maar... we kunnen wel weer wat zien, tenminste. Dit is dus niet een optie, dit goud of brons, zo je wilt. Of de smaak van Thijs. Alle M5 Clubsports hebben dus goud, brons, ik weet nog niet wat het is, grill en velgen. Niet het mooiste onderdeel van de auto, maar breng hem even bij JD Customs langs of Absolute Motors en dan is het allemaal wel weer geregeld. Want ja, je kunt het ook zo laten, maar ja, dan kan je er net zo goed een caravan achter hangen. Hé, daar is onze afspraak van vandaag. Autotop.nl en ja, de M3 Competition. Hé, hey, Sjoerd. Hé, hey, Max. Geen competition, hè? Geen competition. Is het geen competition? Nou, de enige M3 non-competition, denk ik, van Nederland? Momenteel op kenteken zeker, ja. Ja, ja. En voor de duidelijkheid, dus alleen de handbak krijg je dus met een non-competition. Want als je een competition bestelt, dan heb altijd je... altijd automaat. Altijd de automaat. Altijd automaat. Verder 480 pk. Ja. En 550 Nm. Dus dat is 100 Nm minder dan ja, de automaat. Om de koppeling een beetje te beschermen. Verder zijn er kleine gewichtsverschillen. Hij is 25 kilo lichter, ja, toch? 25 kilo. Je krijgt kleinere wielen op de non-competition. Ja. Dus de competition krijgt 20 achter, 19 voor. De ja, non-competition 19 achter. 18 voor. Wij zijn natuurlijk voor de upgrade gegaan. Uiteraard. Iets ja, groter set, competition weer ja, veel mooier. Maar alles zeg maar de wat bescheidener, ik zal niet zeggen ziekenfondsversie, want iedereen wil de competition. Maar alles om die handbak dus. Ja. Want jullie wilden 100% die handbak hebben, want ja, dat vinden we allemaal. Ja, dat komt ten einde, dus dat ja, wordt een soort, ja, terug naar de basis zou je ja, bijna willen ja, zeggen. En over 5 jaar, of over 6 jaar, of over 7 jaar, hoeveel handbakken zijn er dan nog te koop? Heel weinig. En ik denk voor de restwaarde is dit beter. Dat denk ik ook. Ja, het doel ja, van deze auto was echt iets totaal anders dan alle andere. Ja. Ze worden natuurlijk veel verkocht, M3's. Nou, wij gingen voor de handbak waarvan iedereen al denkt, oh, doe ja, maar niet. En wij gingen voor deze kleur waarvan ook een hoop mensen zullen zeggen, doe maar niet. Dus uiteindelijk, ja, ja, je moet toch, als je dit geld uitgeeft, voor ons toch een behoorlijke zakcent.
wil je toch uiteindelijk met iets bijzonders eindigen. Ja. En niet met een Isle of Man Green Competition. Nee, want die kennen we nog allemaal. Precies. Maar jij hebt ook een video gemaakt over de grill en de oplossing die je toen met Jordi hebt gedaan. Heb je die van ons gezien? Wij omarmen... Wij hebben nog niet gezien. Zijn jullie al langs geweest bij Jordi? Nee, of? Maar wij omarmen het. Het is zoals het is. Ja, we laten het gewoon zo. Ja, ja. Zonder het kenteken. Ja, dat hier is hij. Heb je hier al gezeik over gehad? Een keer aangehouden? Ik ben er al 5000 kilometer rijk met de auto. Ja. En ik ben één keer aangehouden. Of ja, de monteur van de BMW garage. Die reed een blokje om de dealer. Ja. En toen zeiden ze, dat mag niet. Mag niet. Ja, klopt. Krijg je, ik geloof, €150 voor of zo. Maar ja, jongens, wel gaaf dat inmiddels jullie dit soort auto's... rijden en kunnen rijden. Kleine influence les, want wij zijn natuurlijk maar een klein kanaaltje. En die jongens zijn groot. Wel iets langer bezig, geloof ik. Hè, dan jaartje of 11. Jaartje of 11. Maar jullie kunnen daar inmiddels van leven. Ik vind dat een heel mooi verhaal. Dus ik zal het nog één keer zeggen, maar 2,6 miljoen abonnees? 2,7 inmiddels alweer. Ze groeien elke dag. Kijk, dat gaat een half uur geleden, hè? Gewoon 100.000 erbij. 2,7. Groter dan Enzo Knol. Ja, wat dat betreft wel. Ja, nou goed, iets andere doelgroep waarschijnlijk, maar in het Engels dus. Weet je hoeveel Nederlandse kijkers er dan zijn? Dat is 3,5%, dus... Nou, voor de snelle rekenaar. Ja, 100.000. Zet maar even in beeld. Ja, hoeveel dat er zijn. Zie je ook per land, wie kijkt het meest? Ja, het zijn met name Duitsers. Ja. Hallo, guten Tag, Leute. Hallo. Ja. En Amerikanen. Amerikanen, ja. Engelsen. Ja, maar Amerikanen natuurlijk gaaf, omdat die kunnen niet zo hard rijden. Ja. En wij staan hier op de autobaan. Ja. Hè? Dus we gaan nog even een stukje rijden. En wat ik ook even wil weten, jullie hebben de M5 Clubsport ook gehad als eerste kanaal, denk ik, in Nederland, zo ongeveer. Ja, vroeg bij, ja. Ja, de persdemo van BMW Nederland. Deze is van Thijs. Vonden jullie ervan, mannen? Super. Eindelijk ziet de M5 er dik uit. Wat je bij de M3 hebt, lekker dikke heupen, dit is anders, nieuwe lampen. Ja. Flink geld tegenaan gegooid om de dingen dik uit te laten zien. Bij deze waren ze naar de ontwikkeling van de techniek. Ja. Dan was het geld op en zeiden ze, nou pak een 523, we doen er een dikke motor in. Van buiten is die wel echt redelijk standaard. En hè? Nu is hij met CS-uitvoering wel, hij heeft niet de dikke heupen natuurlijk. Nee. Maar wel dikke spoiler, carbon motorkap. Maar ik vind met name het rijden. Ik had niet verwacht dat, hè, als je even puur naar de specs krijgt, 10 pk extra. Denk je, nou het zal wel weer. Weer een marketing trucje. Maar dit is zo'n andere auto dan een Competition. Zeker, ja. Ja, dus wat dat betreft vind ik de meerwaarde van €50.000, die zie ik er wel in terug. Precies. Ja. Hey jongens, maar een lege autobaan. Zullen we even een klein stukje? Denk het wel. Nou oké. Let's go. We gaan eventjes opwarmen op de autobaan. We zijn net vertrokken met de jongens van de Autotop. Aardige gasten zijn dat. En ja, we moeten weer eventjes alles rustig aan opwarmen. Het is ook een beetje verkeer. En we gaan even kijken of we een mooi leeg stukje kunnen vinden. Bizar, hè? Bizar hoe snel en soepel dat ding weer gaat. Ik heb het al gezegd, maar nu merk ik het echt. Natuurlijk, het is niet alleen maar die 70 kilo minder. Ze hebben hem ook wat lager bij de grond gehangen. Hij is wat stijver. De besturing is aangepakt. En je merkt met name hier ook in doordraaiers de directheid, de stabiliteit. Maar een gewone M5 Competition, dan gewoon tussen aanhalingstekens, misschien nog wat voller stuurt. Nou, deze auto is direct. Het is echt een andere auto. Ja, wat een kanon. En je ziet het, hè. We zijn 2 minuten onderweg en we gaan weer 300. Geen krimp. Echt geen krimp. Ik heb kijkers voor me. Een heel leeg stuk. En dan gaat hij. 3,6. 3,10. Officieel kan hij dus 305. Ja, dit is een top. 3,11. 3,12. Harder wil die echt niet. Waar zijn die jongens? Ik moet even nu gas loslaten, want ik ben de M3 kwijt. Ja, daar komt hij hoor. Ja, wat een kanon. Geweldig. Ja, die jongens die kennen dit gebied beter dan ik. Want ja, die nemen hier bijna dagelijks gewoon een video op voor hun kanaal. En die is weliswaar 100 kilo lichter, die M3. Maar deze heeft gewoon meer power, hè. 400,
480, 490 pk. Ik geloof dat die nog wel een beetje getuned is. Versus 635. Maar ik zei het al, dat is niet het hele verhaal van deze M5. Want alles is eraan gedaan om dit gewoon de snelste en krachtigste M's 0 tot 100 3 seconden en 0 tot 200 in 10 seconden. Dat is echt snel en ja, je ziet het. Hij rijdt me niet zoek die M3, integendeel. En nou pak ik hem. 280, 290. Moet even remmen. Dit is wel leuk hoor. En weer even aanzetten. Kijk, en nu hè, op koppel. Ja, die handbak is toch trager. Hij redt het niet. Ja, hij wil me. Hij wil me er niet voorbij laten. Hij denkt ook, mij krijg je niet. Maar ik heb hem wel. Ja, ik moet wel zeggen, ik zie hem nou weer in de spiegel. Ja, het is een soort miereneter. Helemaal omdat hij bruin is. Ik kan er nog niet aan wennen aan die geel. Sorry jongens. Die top van 305 km per uur, het kost hem dus geen enkele moeite. Geen enkele. Hij blijft gaan. Hij blijft geven. Ik denk eigenlijk, ja, 635 pk. Ik weet het niet hoor. Ja, die Duitsers liegen toch nooit. Maar misschien heeft hij er wel meer. Want als ik kijk hoe die gaat. Kijk, en nu is waar hij het op verliest. En waar ik hem op pak. Wil je 300 rijden? Ja, neem een stuk autobaan. En een M5 Clubsport. Gaat die af zeg. Ja, hard rijden was nog nooit zo makkelijk. Jongens, we hebben natuurlijk ook een paar lege stukken gehad. Dat is zo, niet normaal, hè? Maar jij komt wel voorbij blazen. Ja, maar hij gaat zo makkelijk naar die 3.5. En dan, hij blijft dus het 3.11, 3.12, 3.11, 3.12. Dat is een beetje de max. Maar je ziet ook wel, het is 10 pk extra. Maar je ziet op papier, want ik heb al gehoord van mensen die hem op dyno rijden. Zei het ook 700 al. Plus pk. Ik geloof het onmiddellijk. Ik geloof het onmiddellijk, want hij blijft gaan. En dat had die M5 Competition die we onlangs hebben gereden echt niet, hoor. Nee, precies. Maar we hebben metingen gedaan tussen de M5 Competition en de CS. 0 tot 250 zit gewoon een volle seconde verschil tussen in acceleratie. Dus je ziet wel echt. Hey, en waar ligt de top van jullie M3? Dit is 297 op de teller en dat is GPS 293. Hey, maar als jullie het niet erg vinden, ik wil natuurlijk wel even een stukje met die M3 met handbak. Ja, tuurlijk joh. Lekker doen. Ja, mag dat? Want, ja, dat vind ik wel echt gaaf. Ik bedoel, we hebben natuurlijk onlangs op Drivers Dream de M3 Competition gehad. Waren we echt wel van onder de indruk, maar ja, met de handbak, dat gaat niet vaak gebeuren. Ik ben heel benieuwd wat jij hiervan vindt en wat jij zou nemen. Als jij nou in de markt zou zijn voor de M3, zou je nou uiteindelijk even voor een handbak gaan of voor een automaat? Nou, dat gaan we uitzoeken. Ja. Ja, onmiddellijk heb ik dan weer één hand aan die pook. En dat mag natuurlijk helemaal niet. Twee handen aan het sturen. Maar het is zo lekker om dat vast te houden. En ja, heerlijk. Save the manuals. Hashtag save the manuals. Ja, dat is natuurlijk gewoon niet veel meer dat je nog dit soort sportauto's met een echte handbak kunt krijgen. Hè. Die Porsche GT3 die we laatst hadden, ja, die kun je nog met een handbak bestellen. Deze M3 dus. Ja, en dan zijn er niet zoveel meer. En daar is gewoon een markt voor. In Engeland heb je al bedrijven die gewoon automaten converteren naar handbakken. En het gaat dus niet meer om 0 tot 100 tijden. Het gaat om lol. Ja, en de meeste lol heb je gewoon met een handbak. Oh, ik zit... Heerlijk. Ik dacht ik moet flipperen, maar nee, dat was de... Ik moet niet flipperen, ik ben nog helemaal... Dat was de ruitenwisser en dat is geen automaat flipper. Dat is gewoon even wennen. Lachen dit, hè. Kijk dit. Ja, hier worden we vrolijk van. Dit is absoluut lol, lol, lol. Sowieso natuurlijk het uitzicht op die M5 Clubsport, maar ook... Ja, die jongens hebben een goede keuze aangedaan. En ik ben het gewoon met hun eens, hè. Over 5 jaar, als de grootste afschrijving gewoon geweest is, wat is er dan meer waard? Ja, dit. Gewoon, zo'n handbak. Zeker weten. Oh, ietsje afstand houden, anders hebben we daar net zo'n barst als Thijs in haar huid. Dit zijn de betere wegen met een M5 Clubsport. Ja, en deze M3
handbak noem ik hem maar eventjes gewoon. Ja, wat een lol zeg. Terugschakelen naar z'n twee en... Jongens, dit is werken, handbak, bochten en... Lekker een beetje zo glooiend weggetje en... Oh, driving heaven dit hoor, hey. Met een M5 Clubsport en deze M3 handbak. Ja, dit was leuk, hè? De hamvraag. Ja. Als jij een M3 zou nemen, roeren of flipperen? Ja, roeren. Zal ook aan mijn leeftijd liggen? Ja, nee, ik vind de handbak gewoon echt veel gaver. En, alleen je merkt wel, we reden natuurlijk 8 juli. Hij is ook wel ietsje sneller, maar ja, je moet even een paar handelingen verrichten en dat ding spuit meteen weg. Tuurlijk. En dan mist hij onderin een beetje toeren voordat je moet hem echt flink op toeren houden om daar echt om de gang erin te houden. Je merkt dat BMW echt ervoor heeft gekozen om een hele korte bak erin te zetten. Ja. Op de snelweg is het ook een kutauto, want met 140 draai je gewoon 4000 toeren. Ja. Is een 6. Hij schreeuwt het uit. Ja, echt een... Ja. Het is puur voor dit soort dingen, fun op het circuit. Maar ik weet, ja, als totaalpakketje ontzettend leuk. Ja, ik heb er ook elke keer als ik erin stap en ik rij gewoon naar ons kantoor, dan heb ik er gewoon plezier van. Ja. Gewoon puur omdat ik bezig ben. Super. Nou jongens, ik wil jullie onwijs bedanken en leuk dat we even samen konden oprijden. Hartstikke leuk. Ik stap weer in de M5 Clubsport. Ja. En we gaan jullie filmpjes maar weer kijken en jullie de onze. Heel goed. Is goed. Hey, mannen, later. Hoi. Zo, ik zit weer terug, oud vertrouwd, in de M5 Clubsport. En ja, die schakelt vanzelf. En ja, dat was wel een leuk avontuur. Maar ik moet wel zeggen, dit zit wel wat ruimer, wat groter. Ja, €225.000, dat is natuurlijk op Nederlands kenteken een enorme klap geld voor een BMW. Zeker als we weten dat BMW's van 2,5 ton in de regel nogal hard afschrijven. Maar ik denk toch deze niet, want hij is niet echt gelimiteerd. Je kan hem gewoon bestellen bij de BMW dealer. Maar ja, ze zijn er niet meer. Ze zijn al uitverkocht. Als je nu naar de BMW dealer gaat, dan zeggen ze nee. Hebben we niet meer. Dus ja, wordt dit dan wel een BMW die zijn geld waard blijft? Nou, hij zal echt wel iets zakken, maar niet veel. Echt niet veel. Dit wordt een Sammlerstück. Ja, en vanaf de autobaan ga ik afscheid nemen voor deze week Driverstream. Ik hoop dat je genoten hebt weer van deze video. En like en subscribe op ons kanaal. Word friend van de brand. Vink alles eventjes aan. En met 280 km/u zeg ik ciao, arrivederci, bis nächste Mal.